Suriname heeft een laag historisch besef in vergelijking met andere landen, dat zei Armand Sunder, directeur van het Instituut voor Onderzoek naar Genocide en Reparatie, gisteren tijdens een lezing, georganiseerd door het gemeenschapscentrum NAX. Tijdens de lezing is er een blik geworpen op de geschiedenis van de zwarte mens. Sunder heeft een presentatie gehouden in het kader van de Black History Month en als onderdeel van de Criollo Wiki van NAX. Het thema was Africa is the future is Africa. De inleider belichtte het resultaat van een onderzoek dat zijn instituut heeft verricht naar de voorouders van de Afrikanen die zich vanaf 1650 in Suriname hadden gevestigd. Vandaag gaan we niet over Suriname praten. We gaan niet over slavenhandel praten. We gaan niet over slavernij praten. Maar we gaan praten over the greatness of the black people. Waarvan, en dat zijn onze voorouders. Sunder vertelt verder dat Black History de geschiedenis is van Elke Bulan, moeder van de mensheid. Wanneer er wordt gesproken over Elke Bulan, dan praat men over Afrika, zegt Sunder. De oorspronkelijke naam van Afrika. Pas rond 30 jaar voor Christus, toen de Romeinen Afrika hebben ingenomen, toen is deze naam ontstaan. Daarna heette Afrika Ethiopië. En de Atlantische Oceaan aan de kant, aan de linkerkant, heette toen Ethiopië ook. Dus de geschiedenis van dat continent, moeder van de mensheid. En die naam is gebruikt, dus Elke Bulan, door de Nubiërs, door de Egyptenaren, door de Ethiopiërs, maar ook door de Moren. Het is de geschiedenis, Black History is de geschiedenis van de zwarte volkeren. Armand Sunder, directeur van het Kennisinstituut Onderzoek naar Genocide en Reparaties. Hij sprak gisteren tijdens een lezing over Black History, een blik op de geschiedenis van de zwarte mens. De lezing is gehouden in het NAX-centrum en wel aan de Thompsonstraat.